We zijn hier op het wijnkasteel van Deurze. En we hebben zo net een rondleiding gekregen door alle wijngaarden die hier zijn. Er zijn hier heel veel verschillende druiven die hier gevestigd zijn, wat heel uniek is. Zowel uit Spanje als uit Frankrijk als uit Oostenrijk bijvoorbeeld. En daarvan wordt dan de wijn gemaakt die wij hebben mogen drinken, wat een hele eer is. Zowel de witte als de rode wijn. En die smaakte heerlijk. Met het wijnkasteel van Deurze hebben we de bedoeling eigenlijk om in Vlaanderen, België, Europees eigenlijk de meest innovatieve wijnproducent te zijn. En innovatief technologisch bedoelen we daar eigenlijk mee dat we een aantal innovatieve druivenrassen hier cultiveren. Technologisch het productieproces dat we eigenlijk op een digitale technologische manier eigenlijk volledig ondersteunen. Ik vind Jong BDO een super initiatief. Het geeft je als jong professional bij BDO de kans om mensen van de verschillende business practices te leren kennen en dat je zo niet in je eigen teamsfeer blijft en ook andere mensen over heel het bedrijf leert kennen. Het is echt een hele fijne ervaring om eens heel veel mensen op hetzelfde moment te treffen. Heel veel jonge mensen die hier ook nog niet zo lang gestart zijn of al wel wat langer hier zijn. Heel leuk om al die gezichten te zien die je al in je e-mailbox bent tegengekomen en daar nu eens een babbeltje mee te doen na de werkuren. Dit is momenteel de tweede keer dat Jong BDO georganiseerd wordt. Het is nog maar net opgestart, dus een net opstartend initiatief eigenlijk in België. Maar het is al zeer succesvol geweest. De eerste editie was top. Nu voor de tweede waren er ook direct veel meer inschrijvingen dan initieel was gedacht. Maar er wordt extra budget voorzien om iedereen toch te laten komen. En die toont aan dat ze bij BDO toch veel waarde hechten aan het concept. Effectief in hun young professionals en nieuwe werknemers willen investeren om ze toch echt te laten thuisvoelen in bedrijf. Heel fijn dat BDO zo'n top-evenement organiseert en dan vooral Jong BDO eigenlijk. De avond kan niet beter. Lekker eten, lekkere wijntjes en een prachtige locatie.